Yo allemaal, welkom deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Wow, een andere setting. Wauw. Alles anders, dat klopt. Dat komt omdat ik ook een mededeling heb voor jullie. En ik denk dat jullie die heel leuk gaan vinden. Ik zit hier nu even beneden, niet in de beste setting. Ik zou het jullie even laten zien. Kijk, jullie staan op de airfryer. Dus dat is op zich ook niet heel best. Maar ja, anders had ik niet echt een goede verhoging, zeg maar. Zo, dat was even goed saai, zeg. Goed, want ik heb dus nieuws. En het is niet zomaar nieuws. Het is wel echt leuk. Het heeft te maken met een nieuw YouTube-kanaal. Zoals jullie misschien wel gehoord hebben, heeft Mark gisteren in zijn stream iets aangekondigd over zijn eigen kanaal. Heb ik natuurlijk over Mark Savast, linkje in de beschrijving. Hij heeft aangekondigd dat hij iets anders met zijn kanaal wil gaan doen. Of niet eens heel anders, maar dat hij één keer per week live gaat. Op de dinsdag, rond een uurtje of 7. En dat hij verder nog één keer per week een video wil uploaden. Ik zat te denken van, hey, hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we dit oplossen? Dus ik zat te denken, wat nou als ik samen met Mark een kanaal maak. Ja, gewoon een kanaal. Denk een beetje aan, weet ik veel, Woody en Kleine of zo. TGF Brothers. Glow Movies heb je natuurlijk. Een beetje zoals Bankzitters, maar ook weer niet helemaal. Wel natuurlijk met onze eigen wending. Maar dat we gewoon video's maken samen. Dus ik zeg maar wat, ja. We hebben een video. Dat kan een challenge zijn. Kan een weddenschap zijn. Gewoon leuke opdrachten. Gekke opdrachten, noem maar op, die jullie dan achter kunnen laten. En dan misschien doen wij die wel. Zo'n soort kanaal willen wij dus maken, weet je. Zodat we dat kanaal dan samen hebben. En dan kunnen we op ons eigen kanaal of een behind the scenes of een kortere versie van die video. Maar in ieder geval dat we allebei op ons eigen kanaal een video kunnen hebben. Een behind the scenes bijvoorbeeld, die je allebei los van elkaar opneemt. Dus die video is alweer anders. En dan op het main kanaal, we hebben nog geen naam. Als jullie goede namen hebben, laat het weten. Ik zelf weet niet echt de naam. Ik weet ook, als jullie deze video zien, heeft Mark natuurlijk toestemming gegeven om deze video te maken. Ik ben ook een beetje verkouden. Ik weet niet of jullie het horen. Ik heb geen corona. Ik heb gisteren een testje gedaan. Gelukkig negatief. Ik voel me wel weer ietsjes beter dan gisteren. Het is gewoon dat ik heel verkouden ben. Mooi kut. Mij niet uit. Op dat account gaan we dus gewoon wat ik net zei. Gaan we gewoon challenges doen. Opdrachten doen. Weddenschappen doen. Gewoon gekke, leuke video's maken. Zodat natuurlijk dat echt een knal is met real life video's. Dus alleen maar real life video's. Geen game video's. Echt real life video's. En op onze eigen kanalen komt dan bijvoorbeeld een vlog van die dag. Waar dan een stukje van die video is in te zien. In te zien is Thijs. Goed Nederlands. En dan vervolgens de hele video is op dat andere kanaal. Mij leek dat gewoon heel leuk om om zoiets te doen. Dat we echt meer in real life gaan doen. Want ja, ik heb natuurlijk wel gewoon school. Maar ik vind het ook leuk om iets meer buiten gamen te doen. Want ik wil niet alleen met gamen geassocieerd worden. Ik wil ook gewoon dat mijn kanaal bekend gaat staan om andere dingen. En zoals jullie weten, we hebben natuurlijk bijna de 4000 uur. We moeten nog een uurtje of 600. Ik hoop dat we dat dit jaar nog kunnen halen. Ik ga uit van wel. Trouwens, wat vinden jullie van mijn achtergrond? Eerlijk, ik vind hem echt heel hard. Ja, dus Max in de regen. Ja, echt een hele dikke achtergrond. Even helemaal buiten zaken. Oh ja, bij de 4000 uur. Nou, die 4000 uur hebben we dus bijna. En ik hoop dat we die dus in december ongeveer kunnen halen. En tuurlijk, blijven we dan live gaan en video's maken. Maar ik wil dan ook misschien nog een knaltje erbij. Als nieuwe uitdaging. Samen met Mark. Om dingen samen te doen, weet je. Om dat soort dingen samen te doen is veel leuker dan alleen, vind ik. Dan heb je gewoon de taakverdeling. Ik ga de video's dan editen. Misschien nemen we daar wel iemand voor die de video's gaat editen. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar het lijkt mij gewoon in ieder geval vet om gewoon video's te maken buiten het gamen. En dan echt niet alleen vlogs, hè. Want ik denk niet echt dat er vlogs op gaan komen op dat kanaal. Voor die vlogs moeten jullie echt op onze persoonlijke kanalen zijn. Dus ja, nou, ik wil ook niet zeggen stuk tv-achtig. Want nee, stuk tv dat is nog wel weer een extra leveltje. Maar ja, gewoon dat soort opdrachten en gewoon leuke video's, weet je wel. Ik zat al met een ideetje in mijn hoofd. Die ga ik alvast aan jullie pitchen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè. Is niet het hele idee, maar stel, ik zeg tegen Mark, Mark, ik wil dat je pizza voor mij bestelt, maar je mag bijvoorbeeld een stuk of 10, 20 woorden niet zeggen en elk woord die hij wel zegt
is een straf of zo, weet je. Hoe leuk is dat? Ja, dat lijkt me wel vet, zoiets. Baby, we done it. We're rich, baby. Ja, moeten we maar kijken wat de fuck voor pizza eruit komt. Dus ja, je kan jezelf natuurlijk al inbeelden hoe dat misschien zou gaan. Mij lijkt dat in ieder geval super grappig. Ik heb gisteren een beetje met Mark lopen appen van, yo, lijkt het conceptje iets om iets samen te gaan doen. En Mark vond het ook vet, want ja, Mark wil ook niet alleen gamevideo's maken. Die wil ook meer buiten, of meer in real life. Ik heb natuurlijk een mooie GoPro. Misschien dat we nog wel een camera kunnen regelen. Ik weet dat er hier nog eentje ligt. Wordt nooit gebruikt. Misschien kunnen we die gebruiken, weet je. En dan moeten jullie ook niet voorstellen dat het een hele simpele video wordt. Dan wordt het wel echt natuurlijk... Ja, want ik wil ook gewoon richting dat de kwaliteit van mijn video's hoger gaat. Nu ben ik iets vaker live of iets vaker een video. En dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit. Maar dan gaan we iets langer ook over de video doen. Dan is het niet dat die binnen een dag klaar is. Maar dan echt iets meer tijd, iets meer editen, leuke dingen erdoor. Dus dat het echt gewoon een goede professionele video wordt. Want ik heb natuurlijk iemand die nog wel leuke thumbnails voor ons kan maken. Wouter, ga hem zeker ook even volgen op Instagram. Wouter, @Wouter. Hij heeft ook een leuk account. Hij gaat met een stoeltje, gaat hij op allemaal gekke, leuke plekken zitten. Bijvoorbeeld op het circuit, in het stadion, dat soort dingen. Bij festivals, op vakantie. Dat is echt wel leuk. Dus ga die jongen even volgen. Ik heb natuurlijk ook een shirtje van hem. Die zou ik binnenkort weer aandoen in de live. Hij zat in de was. En ja, dat is dus wat ik gisteren ook aan Mark heb gepitcht. Weet je, van lijkt dat jou vet? Hij zegt, ja, dat lijkt me vet. Maar we moeten natuurlijk dan eerst alles op orde hebben. Want we willen eerst een goede profielfoto, een goede banner en een goede video. En dan wordt alles pas gelaunched. Hou gewoon zeker even Insta in de gaten. Want als we dit echt gaan doen, ja, dan komt er natuurlijk een datum dat alles voor het eerst online komt. Ja, zien jullie dat wel voorbij komen. Dan gaan we aftellen, misschien van 2 weken, misschien van een week, misschien vanaf een maand, een paar dagen. Gaan we elke dag hyped worden over het concept. Want zoals jullie misschien wel kunnen merken, ik ben super hyped. Ik hoop dat jullie dat ook zo zijn. Ik hoop dat Mark dat ook is. Dus laat even weten in de reacties hier beneden wat je ervan vindt. Jou bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Neem ook zeker een kijkje op Mark zijn kanaal. En dan hoop ik je terug te zien bij de volgende video op mijn kanaal. En zoals ik dan altijd zeg, later.